Ik sta hier voor de grootste mega plofkippenfabriek van Europa. MHP in de Vinnytsia Oblast in Oekraïne. En dit ene bedrijf produceert bijna net zoveel vleeskippen als de gehele Nederlandse vleeskippensector bij elkaar. Lokale bewoners protesteren tevergeefs tegen de bouw van deze stallen die veel overlast veroorzaken. Ik spreek met Oksana, die in het openbaar durft te zeggen wat menigeen alleen maar denkt. Птахофабрика Вінницький бройлер весь негатив від ну на людей впливає ось їхні викиди в атмосферу. Впливають тим, що їхні вантажівки їздять з такою швидкістю по селах, що руйнуються будинки. Zelf houdt Oksana ook kippen die vrij kunnen scharrelen, normaal sociaal gedrag kunnen vertonen en tijd van leven krijgen. Het vormt een groot contrast met de dichte, opeengepakte massa's plofkippen in de dichte schuren van MHP, die zo snel groeien dat ze al na 6 weken op transport worden gesteld naar de slacht.